Welkom weer terug bij de Survival. Op de plek waar nu Mixer Restaurant staat, stond eerst een mega dirt villa van de Noob. Maar die heb ik dus gesloopt om hem vervolgens te gaan verrassen met een mega villa. En die ga ik vandaag bouwen. En hier op deze plek naast het hotel wil ik de villa gaan bouwen. En ik wil de villa helemaal gaan bouwen van sandstone, zodat het echt een soort van vette villa vibe krijgt. Ik wil er ook een zwembad bij gaan maken. Het moet gewoon echt ziek worden, want ik denk dat de Noob best verdrietig gaat zijn als hij gaat zien dat zijn huis kapot is. Dus ja, dan moeten we natuurlijk wel eventjes wat moois voor in de plaats terugkrijgen. Maar eerst is het eventjes tijd. Waar is mijn schaar? Weet je, laat maar. Ik ga die schapen niet scheren vandaag. En ik heb trouwens echt meer dan genoeg dieren. Dus ik denk ook dat ze eventjes geen eten krijgen vandaag. Sorry koeien. Maar ik moet eerst even wat voorbereidingen gaan treffen. Want ja, we moeten heel erg veel tools hebben. Want ik moet dus heel erg veel sandstone gaan hakken. Even kijken. We gaan gewoon een hele hoop spullen maken. Ik heb nog 2 schepjes gelukkig. Dat is goed. En wat we ook moeten hebben is een pickaxe. En ik ga onze laatste 3 diamonds daarvoor gebruiken. Ik hoop niet dat de pro het heel erg jammer vindt. Ik heb de pro trouwens ook al super lang niet meer gezien. Ik weet niet waar die uithangt, mensen. Ik weet niet waar die mee bezig is, maar als ik de pro lang niet zie, dan kan dat niet veel goeds betekenen. Weet ik uit verschillende keren dat dat zeg maar is gebeurd. Eens even kijken. We hebben 3 schepjes. Dat is in principe wel genoeg, maar ik kan misschien ook nog wel eventjes een extra pickaxe maken. Zo, ja, dan heb ik in ieder geval meer dan genoeg spullen. Dat rotte flesje neem ik niet mee. Die stokjes neem ik niet mee. Ik neem wel even een stek hout nodig, mocht ik een crafting table moeten maken. En eens even kijken, ik heb hier nog wat wheat. Daar ga ik ook even nog wat brood van maken, want daar gaan we ook heel veel van nodig hebben. En dames en heren, dan is het nu tijd voor een meest saaie gedeelte. En dat is het zoeken van een desert, want die heb ik nog niet gevonden. Weet je wat? Ik kom gewoon bij jullie terug wanneer ik er één gevonden heb. Mensen, ik heb een super lang stuk gelopen. En hier hebben we dus precies de stenen die ik zoek. Oh, er zit allemaal zand boven. Ik moet uitkijken dat dat niet op mij valt. En van dit sandstone ga ik enorm veel nodig hebben, dames en heren. Want hiervan wil ik dus de hele basis van het huis gaan bouwen. En ja, ik denk dat het verstandiger is om eventjes een heel stuk af te graven, zodat ik hier eventjes wat makkelijker kan hakken. Maar hiervan ga ik echt enorm veel nodig hebben. Dus ik hoop dat we genoeg hebben. Ik heb al 25 gehakt. Ik denk echt dat ik iets van 10 stacks nodig ga hebben. En zand ga ik ook best wel wat moeten gebruiken, aangezien zand, ja, dat is gewoon heel erg handig voor natuurlijk ramen en dat soort dingen. Want ramen die moeten er ook gewoon in komen, dames en heren. Het moet echt een mega villa worden. Hoppakee. Ja, we hebben al een hele hoop zand. Ja, dit is eigenlijk echt al meer dan genoeg zand, denk ik. Maar goed, we moeten bij de sandstone zien te komen. En daar ben ik nu ook. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Want hier heb ik gewoon echt een hele hoop van nodig, dames en heren. Hoppakee. Kijk eens. Het gaat gelukkig al ontzettend snel. Dus even kijken. Ik ga deze met 2e hand zetten. En dan kan ik, als het goed is, zeg maar... Oh nee, hier kan ik nou niet mee hakken. Oké, dat valt weer tegen. Hoppakee. We hebben meer sandstone nodig, dames en heren. We nemen geen genoegen met een beetje. Weet je wat? Ik ga gewoon even een prachtige timelapse voor jullie maken. Dames en heren, zoals jullie kunnen zien heb ik enorm veel sandstone gehakt. En het is nu tijd om met al dit sandstone terug naar huis te lopen en te gaan beginnen met bouwen. Ik heb hier zoveel zin in. Ik ben ook zo benieuwd hoe dat de Noob gaat reageren. Oh, je wil niet weten. Oké, dames en heren, ik ben weer terug ook bij mijn hotel. En kijk eens even, de villagers hebben het ontzettend naar hun zin. Maar niet heus. Ze gaan gewoon niet naar binnen, mensen. Ik weet ook niet wat het is. Dus ja, mocht jij het misschien weten die kijkt, laat het zeker hieronder weten. Ik ben heel benieuwd hoe dat ik ze in dit hotel kan laten komen, want het zou ook nog wel nice zijn als ze toch een mooi buitenplekje nog hebben. Maar goed, daar gaan we vandaag niks mee doen. Wat we wel gaan doen is eventjes hier een heel erg groot stuk vlak maken, zodat we hier dadelijk natuurlijk het huis van de Noob kunnen gaan maken. En ik zie al dat hier heel erg veel blokjes liggen. Dus ik ga even wat chesten maken, daar alle blokjes in doen en daarna dit helemaal weghakken. Oké, mensen, mijn schepje is op, maar ik heb een super groot stuk hier zo vlak gemaakt. En ja, dan kunnen jullie meteen ook een beetje zien hoe groot ik het huis in gedachten heb. En ik kan jullie vertellen, mensen, dit wordt echt een mega villa. Gewoon zo eentje die je altijd in het echte leven ziet. En dat je denkt van, zo, yo, als ik hier ooit eens zou kunnen wonen, dan zou dat echt top zijn. En dat is een beetje wat ik hier echt precies ga creëren voor de Noob-speler natuurlijk. Want ja, dit moet gewoon echt een prachtige villa worden met alles erop en eraan. En hier ben ik nog eventjes de laatste stuk aan het uithakken, want hier moet natuurlijk ook gewoon dirt komen. Dat ziet er wel het mooiste uit. En ja, ik denk niet dat we echt een dirt vloer gaan maken in de villa, maar goed, daar gaan we vanzelf wel even achter komen dat we dat gaan oplossen. Ik heb wel in ieder geval weer heel veel dirt verzameld en ik denk dat het ook wel leuk is om als cadeautje in de villa te leggen, want jullie weten het, mensen, de Noob is heel erg blij met heel weinig dingen eigenlijk. Ik bedoel, je kan hem diamonds geven, maar het liefste heeft hij gewoon dirt. Even dit opvullen zo, en dan wil ik dadelijk alvast de uitleiding voor het hele
huis gaan maken. Maar ik heb eerst ook nog eventjes een stonecutter nodig. En die staat bij ons in de basis. En die ga ik gewoon eventjes meestelen en hier neerzetten. Want dan kunnen we even kijken wat voor sandstone blokken we allemaal kunnen maken. Oké, dan doe ik even de deuren open. En dit is waar het om gaat. En wacht, volgens mij hebben we nog een hele hoop birchwood hier ergens liggen. En dat zou heel erg mooi zijn voor de vloeren. Ja, let's go. 2 stacks. Oké, dit is echt meer dan genoeg. Dit is echt top. Want birchwood, zeg maar, als je daar planken van maakt, dan is dat ongeveer net dezelfde kleur als dat ik het huis wil hebben. Dus het lijkt me wel heel erg vet om van dat birchwood een soort van, vloer van te maken. Oh, en als we daar trouwens slabs voor gebruiken, dan kunnen we echt super efficiënt zijn. Dan hebben we niet eens heel erg veel van dat hout nodig. Hoppakee, deze zetten we hier neer. En ik maak hier eventjes wat plankjes van. En dan maak ik een crafting table erbij ook zo. En dan maak ik hier eventjes allemaal hout van. En dan maak ik wat mooie slabs van zo. Kijk, dit moet wel genoeg zijn, denk ik. Hoppakee. En ik heb niet echt meer een goede schep. Dus ik maak eventjes een stenen schep. En hier wil ik dadelijk, denk ik, ergens zo de ingang gaan bouwen. En ik denk dat dat echt letterlijk hier zo gaat komen. Zo 1, 2, 3, 4, 5. Zoiets. Dit lijkt me wel een mooie breedte voor de ingang. En dan maken we het hier zo nog eventjes wat langer. Even kijken, is dit mooi? Ja, op zich vind ik dit wel mooi. En dan maken we dat hier aan deze kant ook. Kijk, dan wordt dit echt de ingang, dames en heren. Of ja, de deur komt hier. En hier wil ik dan 2 van die supergrote pilaren maken. Mensen, dit wordt echt geweldig. 1, 2, 3, 4, 5. Hier wil ik het eerste gedeelte van het huis, zeg maar, maken. En dat doe ik dan ook gelijk eventjes aan deze kant zo. En hier wil ik dan ook nog een soort van gedeelte maken zo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, er zit daar een gat. Ik denk dat er hieronder allemaal zombies zitten. Dus we moeten wel een beetje uitkijken. 2, 3, 4, 5. Oh ja, hier zit een zombie. Oké. Hier moeten we heel erg gaan uitkijken, dames en heren. Want als die er allemaal in één keer uitkomen, dan weet ik niet of dat ik het in één keer allemaal tegen ze kan opnemen. Dus eventjes kijken. Ik pak hier eventjes wat birch planks. Want dan zien we gewoon een beetje de afmeting. Kijk, dit wordt dan zeg maar de voorkant van het hele gebouw. Oh, dit gaat echt een mega groot huis worden. En wat gaat een noob hier ook blij mee zijn, denk ik. Of nou ja, dat hoop ik in ieder geval. Anders dan doe ik dit echt allemaal voor niks. Kijk mensen, dan wordt dit een beetje zo de voorkant. Oh, dit wordt zo mega, mensen. Echt. Oh, dit gaat zo top worden. En hier moet dus eigenlijk nog overal een hele vloer komen. Maar ik weet niet of dat ik dat vandaag allemaal ga doen. Jawel, ik ga gewoon vandaag het hele huis afmaken, joh. Dit wordt een extra lange aflevering. Dus ik zou zeggen, pak een lekker chipje, pak lekker wat drinken en ga er lekker voor zitten. Even kijken. Jop, hop, bap, bap. Zo, die ligt helemaal vol. En dan is het nu nog tijd om eventjes hier een soort van een afmeting te maken. En dan doen we gewoon 1, 2, 3, 4, 5. En dat doen we dan ook even aan deze kant. En dan plaatsen we dat ook weer even dicht. En de andere kant ook natuurlijk. Oh, we hebben weer slabs nodig. Oh nee! En dan maak ik hier ook gewoon nog eventjes een mooi stuk eraan. En dat bouw ik gewoon op deze manier ook weer eventjes dicht. En dan moeten we nu nog de achterkant van het huis gaan bouwen. En ja, hoe gaan we dat nou weer doen? Nou, ik denk sowieso dat we hier gewoon weer even 5 gaan doen zo. En hier maken we dan gewoon een heel recht stuk op deze manier zo. Kijk eens, mensen. Oh, dit wordt fantastisch. Ik vind het al een hele mooie vorm voor het huis. Alleen ja, we moeten dadelijk ook even dit hele middelste stuk gaan uithollen en hier ook overal zo'n mooie vloer inleggen. En ik bedenk me nu trouwens, mensen, de vloer die ik nu aan het leggen ben, die zie je dadelijk niet eens meer. Hier komen gewoon al die pilaren op en zo. En ik wil ook zoveel gebruik gaan maken van glas. Dit wordt zo vet. De noob gaat hier zo blij mee worden. Ik weet het zeker. Ik heb hier even wat ovens met wat kool neergezet. En ik heb even wat zand nodig. Even kijken. Hier heb ik zand. En heb ik nog meer? Wat zit echt al het zand? Oh nee, hier nog meer. En hier nog zand. En hier nog zand. En was dat echt alles? Eens even kijken. Ja, ik denk wel dat het echt alles was, mensen. Oké, nou dan gaan we dit eventjes verdelen hier zo in de ovens. Dan hebben we dadelijk een heleboel glas. Dit gaat zo vet worden, mensen. Echt, ik ben zo hyped hiervoor. Maar eerst is het even tijd om deze hele vloer in te gaan vullen. En kijk eens, dames en heren, het hele platform is ingevuld, zoals jullie kunnen zien. En oh, wat gaat dit ontzettend vet worden. Ik kan niet wachten om te beginnen met bouwen. En volgens mij heeft de pro ooit van die scaffoldings erin gedaan. Of ja, in de chest daar zo. Want die heeft hij toen ooit gebruikt om de torens te bouwen. En die zouden nou wel heel erg goed van pas komen. Dus als die daar nog, oh, ergens liggen, dan zou dat top zijn. Dan kan ik die namelijk ook gewoon heel eventjes gebruiken. En dan kan ik echt een heel stuk makkelijker het huis bouwen. En als jullie niet weten wat die
dingen zijn. Dat is dus een soort van stijgertje die je kan gebruiken. En waar ligt het? Even kijken. Oh, hier. Ja. Oké, nou, die nemen we even mee. Dit is echt top. Want dit is dus een stijger waar je super makkelijk een huis mee kan bouwen. Ik ga het dadelijk wel even aan jullie laten zien. Het is echt een super vette gadget die eigenlijk niemand gebruikt in de game. Maar het is echt super makkelijk. Dus weet je, genoeg gepraat. Ik ga het jullie gewoon laten zien, oké? Maar eerst is het ook nog even tijd om te kijken welke blokken we allemaal kunnen maken met deze sandstone dingen. En we stoppen ook even een hele hoop blokken die we niet meer gaan gebruiken hier zo terug erin. Oh, die sandstone heb ik wel nodig, Giel. Ja, dit stop ik erin. Dat dirt allemaal. Ja, dat heb ik gewoon niet meer nodig. Want ik heb nu van die mooie scaffoldings. Let's go. En eens even kijken. Wat kan ik er allemaal van maken? Oh, oké. Een hele hoop verschillende blokjes. Even kijken. Hier maak ik er 4 van voor de ingang. Dit zijn wel gewoon wat specialere, mooiere blokken. En hier ga ik er gewoon 60 van maken. En wat voor blokken kan je nog meer bouwen hiermee? Ja, we kunnen in principe dit wel als dak gaan gebruiken, mensen. Ja, oké. Nou, ik denk dat we hiermee al een heel eind kunnen komen. En eens eventjes kijken. Het moeten natuurlijk wel grote pilaren worden bij de ingang. Dus ik denk gewoon dat we deze... Oh, trouwens, dit moet eventjes weg. Dat was geen goed idee, Giel. We gaan hier gewoon eventjes van die hele grote pilaren maken. Echt van die reusachtige pilaren. Dat het echt een echte villa lijkt. En deze maken we gewoon echt super hoog. Ik weet niet hoe hoog precies, maar gewoon super hoog, oké? Gewoon zoiets. Ja, dit ziet er wel mooi uit. Hoppakee, hoppakee. En hop. En dan moet er nog eentje hoger. Zo, hoppa. Kijk, en dit wordt al dadelijk de ingang. Oh, wat gaat de noob hier blij mee zijn, mensen. Let's go. En hier wil ik dan eigenlijk meteen al een soort van een dakje van maken, zo op deze manier. Want ja, dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren. Het moet er wel gewoon mooi uitzien, mensen. En dat doen we dan hier ook gewoon precies hetzelfde. En dan maken we hier nog even 2 dakjes zo. En dan gaat het er een beetje zo uitzien vanaf de voorkant. Oh, dit wordt prachtig. En hier moeten natuurlijk ook nog wat van die mooie pilaartjes komen. Oh, dat was niet de bedoeling. Deze moet weg. En die pilaren die komen dan hier. Want dit wordt een soort van afdakje nog bij de voordeur. En heb ik nou gewoon precies genoeg voor deze? Ja, oké. Maar ik moet er wel even wat bij gaan maken. Zo. En dan hebben we deze nodig, dames en heren. Bam! En ik weet niet of dat we deze ergens anders... Oh, dit zijn de verkeerde blokken, Giel. Wat doe je nou? Ik weet niet of dat we deze nog ergens anders in het huis gaan gebruiken. Het zou op zich wel vet zijn om dat te doen. Maar voor nu gebruik ik ze gewoon alleen even voor die pilaren. Want als zeg maar alleen de ingangpilaren van deze blokken gebouwd zijn, dan maakt het het wel een heel stuk specialer natuurlijk. Die moeten tot hier komen. Oh, ik wilde parcouren. Dat ging niet helemaal goed. En dan denken jullie, Giel, hoe kom je nou hier bovenop? Nou, dan komen deze dingen heel erg goed van pas. Want dan kan je dus gewoon zo, hoppakee, gaan bouwen. Dit is toch top? En kijk, je kan ze ook super handig weer slopen. We moeten deze ook eventjes tot en met hier maken zo. En dan maken we, oh, hier nog even 2 van die blokjes. En ja, ik denk dat dat het is een heel eind al. Zo, dit moet op die manier. Ik moet even wat eten, anders kan ik niet ver genoeg springen naar die pilaren daar. Ja, oké, dat lukte nog maar net. Dan plaats ik hier nog even 2, hier nog 2. En dan is het dak al best wel nice aan het worden, dames en heren. En hier ga ik dan voor de verdere rest gewoon een mooi plat dakje op maken zo. Kijk eens aan, mensen. Dit wordt fantastico. En hoppakee, die is af. Deze nog even weg. Zo. En hoe ziet het er nou uit vanaf de voorkant? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Wauw. Oké, dit wordt alleen nog maar de ingang, hè, mensen. Besef even hoe vet dit gaat worden. En eens eventjes kijken. Dan wil ik hier denk ik gewoon de normale sandstone blocks voor gaan gebruiken. Want die moeten er ook gewoon een beetje in terugkomen nog. En daar gaan we gewoon eigenlijk zo een hele rij van maken zo. Helemaal om de hele oppervlakte van het huis heen. En dan komt er zo natuurlijk hier en daar nog even een deurtje in en allemaal dat soort dingen. Maar dat kunnen we natuurlijk later nog eventjes doen. Ik wil eerst even dit maken, want ik wil heel erg veel glas gaan gebruiken in dit gebouw, dames en heren. Heel erg veel grote ramen moeten er komen. Hoppa, zo, zo, zo. Ja. Oh, dit ziet er al best wel nice uit, hoor. Het is ook echt helemaal symmetrisch. Volgens mij heb ik geen enkele fout gemaakt. Hoho, dat is ook voor het eerst. En ik denk dat het eigenlijk wel vet is om gewoon overal die grote pilaren gewoon terug te laten komen. Dat ik gewoon deze weer maak en dat ik deze weer even een hele hoop erbij pak. En dat ik gewoon even kijken hier zo een hele pilaar erin ga maken zo. Oh, dit wordt zo vet, mensen. Oh, ik heb zoveel vet ideeën. Kijk, hier komt dan zeg maar een pilaar zo. En dan hier ook eentje, denk ik. Op deze manier. En dan
dan moet deze ook even weg. Staat dit nou goed? Ja, ja, ja. Volgens mij staat dit helemaal symmetrisch nu. Eens even kijken. Zo, ja. Even laatste check. Even kijken. Kom op alsjeblieft. Ja, dit staat eigenlijk nog best goed. Nice. En hier wil ik dan gewoon een normale sandstone pilaar maken. Net zo hoog als daar. En dat doen we hier dan ook gewoon weer eventjes zo. Ja. Hier komt dan dadelijk een grote. Op de hoeken doen we gewoon even wat normalere pilaren. Anders wordt het zoveel werk. Dan moet ik dadelijk nog een keer terug naar die woestijn. En daar heb ik eigenlijk weinig trek in. Kijk eens aan. Dit wordt al prachtig. En eens even kijken. Dan wil ik eigenlijk hier een pilaar maken. Dus deze drie moeten even weg. En dat doe ik dan ook eventjes hier in de tegengestelde richting zo. En dan komt hier ook weer zo'n mega grote pilaar. En die kunnen we dan vastmaken aan de achterdeur. Oh, dit wordt zo vet. Kijk eens even, mensen. Dit begint echt al ergens op te lijken, dit ijs, hoor. Oké, dan bouw ik hier nog even een heel takken eind omhoog zo. Bam, bam, bam. En ja, dan moeten we eigenlijk even met alle dikke pilaren doen hier zo. Dit wordt echt gewoon een soort van tempel. Gewoon een tempel voor de noobspeler. Nee, mensen. Het wordt natuurlijk gewoon een fantastische villa. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed gaat komen. Eens eventjes kijken. Zo, dan zet ik daar deze mooie blokken neer. En hier ook nog wat. Zo. Ik zit trouwens wel even na te denken. Volgens mij zag ik de chesten die ik vol had gedaan met dirt van de vorige keer niet meer echt staan toen net. Dat is wel echt jammer. Misschien heeft Mick die dan gesloopt of zo. Oh, daar gaat de noobspeler niet heel blij mee zijn, denk ik. Even kijken. Hier maak ik ook gewoon nog even een mooi pilaartje zo. En dit wordt een soort van dubbele pilaar. Die maak ik gewoon hier ook. Zo. En dan moet dan daar ook eventjes aan de overkant natuurlijk. Hé, mensen, alle pilaren die zitten er gewoon al bijna in, hoor. Dit wordt fantastisch. Ik ben gewoon bijna jaloers dat het niet mijn huis is. Maar misschien ga ik wel gewoon samenwonen met de noob. Nou, trouwens, ik heb dit prachtige kasteel hiernaast, weet je. De noob die moet ook wel even een mooi onderkomen hebben. Maar ja, dit is misschien wel iets te luxe. Maar goed, hè, we maken het gewoon voor hem. Het is onze vriend. Even kijken en gaan we hier dan één grote achterdeur van maken. Of, nou, misschien kan hij wel ietsje kleiner. 1, 2, 3, 4. Zo. En 1, 2, 3, 4. Dat wordt wel een hele kleine achterdeur dan. Ik heb een beter idee. Ik maak hem gewoon zo van 1, 2, 3 aan alle kanten. Kijk, dan krijgen we dadelijk een mooie dubbele deur hier zo. En dan maken we hier ook gewoon eventjes zo'n dubbel pilaartje, weet je. Soms moet het gewoon even iets anders zijn dan de andere pilaren. Dan zie je in ieder geval ook wel weer goed dat dit ook een doorgang is. Zo, zo en zo. Kijk eens, dan wordt dit een doorgang. Dan kan dit hier ook zo weg. En dit is trouwens het zwembad voor de noob. Nee, grapje natuurlijk, mensen. Dat wordt geen zwembad. We gaan er misschien nog wel eentje maken. Ik denk het wel. Misschien niet vandaag. Misschien ook wel. Ik zeg niks. Ik heb nog geen idee hoe lang dit gaat duren. Oké, we hebben hier nog een hele hoop kool. En dat ga ik ook even nodig hebben. Want we hebben natuurlijk ook even wat torches nodig. Want anders gaat het niet goed aflopen met het huis. Dan spannen er dadelijk allemaal creepers. En het is natuurlijk ook de noob, hè. Dus die moet wel eventjes goed veilig hier zitten. Dus ik hang er hier gewoon even een aantal op. En hier even een aantal. Zo, dan is het allemaal goed verlicht voor als het dadelijk een keertje nacht gaat worden. Aan de binnenkant moet dat natuurlijk ook eventjes helemaal voorzien zijn van torches. Zo, bam. En hier hang ik er nog even één. En hier ook één. Zo, kijk eens aan. Dat is al top om mee te beginnen. Ik denk, mensen, dat het nu tijd is om eventjes een dakje te gaan maken. En daarvoor heb ik een hele hoop meer sandstone nodig. Want ik ga slabs nodig hebben. Maar niet een paar. Nee, superveel. Nou, op zich, ik heb er al best wel veel. Ik denk dat ik al iets van 4 stacks heb. Maar dan moeten we het op zich wel mee gaan redden, denk ik. Ik ben ook echt zo ontzettend blij dat ik die scaffolds heb hier zo. Want daarmee kan ik echt, hoppa, super snel omhoog bouwen. Dat scheelt ook heel erg veel tijd. En eens eventjes kijken. Het dak houdt daar zo op. Maar, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen, mensen? Misschien kunnen we het wel gewoon op deze manier. Is dit mooi? Oh, dan komt hij net eentje te laag uit eigenlijk. Nou, weet je wat? Ik hak dit wel eventjes weg voor nu. En weet je wat? We maken er gewoon zo op deze manier een dakkie. Dat gaat er dadelijk, als het aan de andere kant ook zo zit, ook best wel nice te uitzien, denk ik, hoor. Zo. En dan maken we het gewoon eventjes lekker zo. Ja, ik verzin er dadelijk wel wat op dat het er mooi uit komt te zien. Het komt helemaal goed, oké? Hoppakee. Hier het hoekje om. Dan gaat hij hier om. Oh, nee, nee, nee. Dit is niet de bedoeling. Hij moet hier nog even zo om dit paaltje heen zo. Kijk eens, mensen. Oh, dit gaat prachtig worden. En dan moet hij hier weer eventjes eromheen. En dan gaan we hier weer even heen zo. Bam. Zo. En Giel, plaats je blokjes gewoon recht, joh. Wat is dit? Hopsakee, dan gaan we hier een muurtje nog om. En hier komt dadelijk de ingang. Oh, dat is hier pas. Oké. Maar goed, hier maken we misschien dadelijk nog wel een mooi torentje, net zoals daar. Even kijken. En dan maken we hier even een mooi dakje. Oh, ik doe het helemaal verkeerd. Giel, wel even scherp blijven, hè. Het is wel het huis voor de noob, ja. Die ziet echt supergoed als je een fout hebt gemaakt. Maar niet eens. Oké, dan gaan we hier nog even het hoekje om zo. En dan maken we hier nog even
een prachtig mooi dakkie. Oh mensen, de Noob gaat hier zo blij mee zijn. Ik heb het al veel vaker gezegd, ik weet het. Maar het is ook echt zo. Echt, als hij hier niet blij mee is dadelijk mensen, dan weet ik het ook niet meer. Eens even kijken. Zo, hoppa. En dan zetten we hier nog even een mooi blokje neer. En ja, dan kunnen we in principe een dak erop maken. Maar de vraag is, willen we nog een tweede verdieping, ja of nee? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dit al wel groot genoeg is. Of, ja. Weet je, hij heeft sowieso een heel lelijk huis nu. Dus dit gaat er veel mooier uitzien, dat weet ik zeker. Dit is al veel beter dan die had, zeg maar. Oké, nou, dan moeten we hier nou eventjes het volgende laagje met slabs erop doen. Zo. Oh, we kunnen misschien wel een kleine verdieping erop maken. Oh, dat kan ook wel heel erg vet zijn al, mensen. Zo. Dan maak ik hier eventjes nog een mooi dakje erop. En hier ook weer. Ja, ja. Kijk, en dan zit de tweede laag van het dak er gewoon ook meteen al wel op. Nu is het wel even tijd om naar boven te gaan voor de derde laag. En dan kunnen we dan op zich nog wel eventjes ergens een mooie, ja, verdieping erop maken. Of dat het over het hele stuk komt, ja, dat weet ik niet. Dat wordt misschien wel iets te veel werk. Maar goed, we gaan het zien. We gaan hier gewoon eventjes een mooi dak zo opmaken. Oh, dit gaat weer helemaal fout, mensen. Oh, dat gaat er op zich wel vet uitzien, denk ik. Als we dadelijk hier nog een verdieping maken. Oh, oh, oh. Dit gaat zo gaaf worden. Ik ben zo teleurgesteld dat het niet mijn huis is. Ik ga dadelijk ook gewoon meteen aan de Noob vragen of dat ik bij hem mag wonen, joh. Ik heb er echt schijt aan. Ik ga het gewoon doen. Of ja, ik wil natuurlijk ook nog in het kasteel wonen. Maar dat ik gewoon een soort van twee huizen heb. Dat zou toch vet zijn? Oké, en dan maken we dit nog dicht. En oh, gelukkig. Ik heb nog slabs. Ik dacht al, ben ik er nu alweer doorheen? En hopsa. Oké, de laatste laag zit er ook op. En eens eventjes kijken. Ja, dit gekke hoekje, daar wil ik eigenlijk eventjes van af. Weet je wat ik gewoon doe? Ik plaats hier dit. En dan doe ik zo. Dan hak ik deze weg. Zo. En dan maak ik hier letterlijk gewoon een hele rij. Oh, dan moet ik iets dichterbij. Zo, een hele rij op deze manier. Zo en zo. En dan, dan maken we zeg maar hier dadelijk weer een soort van verdieping erop. Maar dat gaan jullie vanzelf zien. Dat gaat er super vet uitzien. Dat beloof ik. Zo. En dan maken we hetzelfde aan deze kant. Hoppakee. Oh, dat kwam echt precies uit met die slabs, dames en heren. Oké, dat is top. En ja, dan gaan we hier gewoon een plat dak op maken. En dan zien we wel eventjes waar dat we de trap gaan bouwen. Want die moeten natuurlijk ook komen. Anders kom je nooit bij de bovenste verdieping. Maar het lijkt me denk ik wel even een beter idee als we eerst eventjes wat glas gaan plaatsen in de raampjes natuurlijk. Hoe maak je van die dunne glasdingen? Ik denk dat dat er echt veel mooier uitziet namelijk. Niet zo. Zo dan? Nee. Is het dan zeg maar zo? Is dit het? Nee. Ik denk dat ik het al weet. Het is gewoon dit. Ja. Oké. Oh, hier heb ik echt meer dan genoeg aan al. Oké, top. Dan gaan we nu gewoon dit hele ding zo invullen. Hoppakee. Zo en dan zo. Bap, bap. Oh, dit gaat zo verkeerd, dames en heren. Dit is toch niet meer leuk. Oh, ik sloop ook alles. Oh, Giel. Oké, let's go. Oké, dit gaat er zo vet uitzien, mensen. Oh, dit huis wordt zo vet. Oké, we zetten hier nog even een mooi raampje neer. Echt, die raampjes die gaan het echt afmaken, mensen. Het is ook zo nice dat je gewoon echt alle kanten in kan kijken met dit huis. Dat gaat de Noob ook zo erg waarderen, denk ik. Ik kan ook echt niet wachten wat zijn reactie gaat zijn. Ik weet niet. Aan de ene kant denk ik gewoon doordat zijn deur thuis weg is, dat hij het niet eens zo leuk gaat vinden of zo. Maar ja, ik weet gewoon niet hoe dat ik hem moet peilen. Ik ken hem gewoon nog niet zo lang. Dus ja, dat maakt het denk ik altijd wel wat spannender, denk ik. Hier zetten we er nog even één neer. Bam. En hier maken we ook weer even een mooi raampje. We komen er wel. We zijn er al bijna. We zijn al over de helft met de plaatsen van de raampjes, mensen. Zo. En de laatste loodjes worden gelegd voor de ramen. En ik denk dat ik zo nog eventjes een klein veranderingetje wil maken. Want zeg maar, de ramen die komen niet helemaal tegen dit slabblokje aan. Dus ik denk dat ik er nog even wat slabs tegenaan ga plaatsen. Ik denk in ieder geval dat dat er veel beter uit gaat komen te zien. Dus even kijken. Ja, oké. Alle ramen zitten erin. Dat is nice. Ik pak gelijk eventjes wat extra slabs erbij. Want die gaan we ook nog eventjes nodig hebben. Natuurlijk dadelijk ook voor het dak. Dus weet je, ik maak er gewoon weer tantoeveel. 2 stacks. Ik hoop dat we daarmee redden. Ik betwijfel het nog. Oké, laten we dit gewoon zo dicht bouwen. En ja, dat ziet er veel cleaner uit. Anders dan tocht het de hele tijd naar binnen toe. Niet dat dat in Minecraft veel uitmaakt. Maar het is gewoon meer voor de gedachte, oké. Zo, hoppa. En dan zetten we er hier nog wat neer. En oh, nee. Ah, Giel, dit is de ingang. Dit moet lekker hoog open blijven, oké. En dan zetten we er hier nog wat neer. En hier nog een aantal. En dan hier nog een paar. Zo. En dat doen we hier ook. En oh, Giel. Dit gaat helemaal fout. En kijk eens, dames en heren. De ramen zitten er allemaal in. En ik had een beetje onderschat hoe lang dit project zou duren. Maar dit
dit wordt wel ontzettend gaaf hoor, mensen. Oh mijn god. We gaan gewoon eens eventjes kijken hoe dat we die tweede verdieping aan gaan pakken. Want daar heb ik nog niet echt een duidelijk idee over. Eens even kijken. We hebben in ieder geval een hele hoop sandstone weer nodig daarvoor. Dat hebben we gelukkig echt meer dan genoeg. Oh, ik ben zo blij dat ik mijn hele inventory vol heb gehakt. Als ik dat niet had gedaan, dan had ik echt een klein probleempje gehad nu. Even kijken. We gaan weer met deze top dingen hier zo omhoog. Hoppakee. En ja, ik zit even te denken. Ik denk dat we dit gewoon het beste allemaal op dit niveau kunnen invullen zo. Ja, ja, ja. Dat gaat hem gewoon worden. En dan bouwen we hier dadelijk wel weer een raam. En dan ziet dit er ook helemaal niet gek uit. Echt mensen. Die slabs zijn heel erg chill. Omdat je heel erg goedkoop bouwt. Maar ik ben er niet goed in om ze te plaatsen. Dat zeg ik heel eerlijk. Want dat blijft toch altijd, zoals je hier ook weer ziet. Ah! Heel erg frustrerend soms. Oké, we zijn al over de helft met een mooie dak wat we hier aan het bouwen zijn. En dit wordt zo prachtig, dames en heren. Oh yeah. En ik heb weer wat extra slabs nodig. Oh, oh, oh. Het is weer die tijd van de dag. We pakken ons mooie trappetje weer even lekker naar boven zo. Hoppa. En weet je, ik laat jullie wel gewoon zien als ik klaar ben. Dit duurt anders veel te lang voor jullie. En dit is de allerlaatste rij van het plafond, dames en heren. En kijk eens even hoe prachtig dit eruit ziet, al zeg ik het zelf. Dit is toch vet? Zou dit trouwens nog een mooi detail zijn? Oh, dit is prachtig. Oké, mensen, ik heb mezelf opgezadeld met veel meer werk. Kijk dan hoe vet dat randje eruit ziet. Dat geeft het echt nog meer een soort van villa vibe of zo. Dat ga ik overal gewoon even meteen doen. Hoppakee. Dat ga ik hier aan deze kant ook gewoon nog eventjes doen zo. Kijk eens even, mensen. Hoppa. Dit wordt fantastisch. Kijk dan, het is helemaal af. Zo, prachtig. Nu is het tijd voor de bovenverdieping. En misschien is het vet als we iets van 2 trappen hier zo realiseren. Dan is het misschien nice dat we dit nog een beetje zo laten doorlopen. Dat hier zeg maar de trap uitkomt. Nee, trouwens, dit is ook dat ene stuk waar een stuk dak al zit. Misschien kan ik dit nog eventjes een stukje voller plaatsen zo op deze manier. Gewoon 2 rijen erbij aan allebei de kanten. En weet je, dan maak ik gewoon hier eventjes een prachtig gat erin. Van iets van 9 of zo. Is dat mooi? Ja, ik denk dat dat wel mooi wordt. Dan maken we hier gewoon 2 mooie trappen. En die komen dan dadelijk hier zo bovenuit. Ik doe hem gewoon 4x3. Kijk eens aan, mensen. Hier komen dus de trappen dadelijk in. Maar eerst moeten we even wat trappetjes gaan maken. Want die ben ik dus nog helemaal vergeten om te maken. Dus ik maak er even een hele hoop. Oké, en we gaan nu even lekker naar boven. En hier gaan we eens eventjes wat mooie trappetjes neerzetten. Dat vind ik een mooi idee. Wacht, mensen. Ik heb het verkeerd gedaan. De trappetjes moeten nog iets verder naar de buitenkant. Want zeg maar, nu komen ze dadelijk precies bij de muur uit. En dat gaat er echt niet mooi uitzien, denk ik. Kijk, want hier komt dadelijk dus de muur. Even kijken, hoe kan ik dat dan het beste gaan doen? Weet je, ik maak ze gewoon nog eentje langer zo. En hier ook, zo. En dan moet ik hier gewoon eigenlijk nog even een klein stukje er zo aan vastbouwen. Zo. En eigenlijk moeten dat 2 dingen zijn. Kijk, op deze manier. En dan doe ik dat aan deze kant ook. Want dan kom je dus dadelijk de trap op. En dan kun je nog wel eventjes ergens lekker oplopen. Want anders dan kom je dadelijk de trap op en loop je hier meteen tegen de muur aan. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Mensen, doe trouwens allemaal even een duimpje omhoog op deze video. Want ik maak een hele lange aflevering van jullie. En mochten jullie dat nou vaker willen zien, like dan even deze video. Misschien doe ik het dan vanaf nu wel elke aflevering. Oké, eens eventjes kijken. Ik ga hier gewoon eventjes wat trapjes zo op zijn kop maken. Oh, dit gaat er echt vet uitzien, mensen. Ik heb zo'n vet idee voor die trap. En zo, en zo. Ja, volgens mij ziet dit er goed uitzien. Ja, dit ziet er precies hetzelfde uit. Oké, dat is goed. Hoppa, en dan maken we hier weer even wat trappetjes aan zo. Dit mag even weg. En dan maken we hier weer even wat trappetjes. En weet je, ik maak gewoon eerst even deze trap af. Kijk, dan doen we zo. En dan doen we zo. En dan doen we weer zo. Oh, dadelijk die laatste trappetjes zo op zijn kop plaatsen wordt wel lastig hoor. Oké, en dan komt het zeg maar hier zo uit. Oh, dit wordt echt prachtig, mensen. Oh mijn god. Vetste trap ooit. Kijk dan. Zo, en dan kom je hier zo binnen op de bovenverdieping. Dit wordt zo gaaf, mensen. Even serieus. We gaan gewoon meteen even hetzelfde doen aan deze kant. Ik vrees wel dat ik zo nog eventjes wat trappetjes bij moet gaan maken. Want ik heb er echt lang niet genoeg. Dus dat doen we dan meteen maar even. Kijk, dan pakken we de stonecutter erbij. Dan pakken we het trappetje. Hoppa. Weet je, ik wil gewoon een hele stack erbij. Waarom ook niet? En dan plaatsen we hier nog even een mooi trappetje. En hier ook. Oh nee, het regent. Dat betekent dat we snel maar eens eventjes een mooi dak hierop moeten maken. Anders regent natuurlijk alles nat. En dat moeten we niet hebben. Even kijken, mensen. Ik denk dat ik hier nog eventjes een soort van een extra, hoe zeg je dat, rij met sandstone ga maken zo. Kijk eens eventjes. Dit gaat ook prachtig worden. Want dan maken we hier gewoon nog een soort van een iets groter dak van. Zo, kijk. Ja, kijk. Dat komt precies goed uit. En aan deze kant moeten we ook even creatief zijn. Want hier moet het volgens mij nog een beetje ingeperkt worden. Ja. Oh, wacht. Ik heb nog slabs. Oké, dat is top. Oh, ik was al bang dat ik het niet ging redden, mensen. Woe. En
En dan zo. En eens even kijken. Hoe gaan we dit dan weer doen? Dat gaan we ook een beetje zo maken. Hoe heb ik dat hier nou gedaan? Oké, dan gaan we dus naar deze kant. En dan maak ik hier gewoon dit eventjes helemaal dicht zo. Hoppakee. En ja, dan ga ik hier ook nog even een wat mooier stukje dak maken. Want dit ziet er natuurlijk ook niet heel erg mooi uit. Zo. En dan maak ik dit gewoon zo even helemaal dicht op deze manier. Kijk eens even. Oké, dit dak wordt al prachtig. En hier ga ik gewoon weer eventjes wat pilaren maken. En het moet niet heel erg hoog meer worden, dit huis. We hebben al heel erg veel hoge, ja, hoogtes gehad. Het moet nou niet nog een hele villa hierbovenop worden natuurlijk. Dit kan gewoon gaan functioneren als een prachtige slaapkamer, denk ik meer. En hieronder moet dan nog even een slab en hier ook. Kijk eens even. Dan zetten we hier weer eventjes wat pilaartjes op zo. Kijk, eens even. En dan maken we hier ook gewoon nog eventjes een mooie pilaar zo. Bam. Bam. Ja, zo hoog moet hij zijn. En dat doen we dan hier ook. Kijk eens. Prachtig. En dan moet hij eigenlijk nog wel even eentje langer worden op deze manier. En ik heb meer van dit soort blokken nodig. Oh nee, mensen. Ik hoop dat we dat gaan redden. Ja, trouwens, we hebben nog meer dan genoeg, joh. Dit komt helemaal goed. Zo. Hoppa. En hier moeten dan deze blokken komen. En hier ook. Kijk eens. En dan maken we hier een mooie slab. En hier een mooie slab. En dan komen hier dadelijk alle ramen in, dames en heren. Dit gaat zo ontzettend vet worden. Yes. En hier kunnen we misschien beter nog maar eventjes wat meer van deze blokken doen. Want dan kunnen we hier dadelijk een raam bouwen. Weet je, ik maak hier gewoon weer even zo'n grote pilaar. Ja, ja, ja. Dat gaat vet worden vanaf de voorkant, hoor, dit. Kijk eens even, dames en heren. Oh, ik maak trouwens hier ook gewoon nog eventjes een paar blokjes zo. Ja, en aan de andere kant ook. Kijk eens. En dan doe ik dat hier nog even en hier nog even. Dan hebben we een paar mooie pilaren erbij. Zo. En dan deze kant dan ook. En dan gaan we nu eventjes hier een dakje opmaken. En daarna dit invullen met glas. En dan, dames en heren, zijn we gewoon al een heel eind. Dan denk ik gewoon dat we bijna klaar zijn, joh. Oké, ik maak hier gewoon weer eventjes zo'n hele rij om met slabs. Alleen heb ik niet genoeg slabs meer om een hele rij zo te maken. Dus we gaan er even een paar bij maken. En ik heb er weer een paar gemaakt. Oké, even wat eten zo. Oh, die trappen zijn wel echt heel cool hier, hoor. Oké, ik pak weer even mijn mooie stijger erbij zo. Hoppakee. Hoppakee. Oh, nu kom ik er niet bij. Nee. Ik plaats hem gewoon hier wel. Kijk eens aan, dames en heren. Oh, wat wordt dit prachtig, zeg. Kijk, we maken hier even een mooie rij. Dan hebben we dadelijk gewoon echt bijna het hele dak al af. Gewoon het hele huis al af, eigenlijk. Dat moet ik eerder zeggen. Kijk, dan maken we het hier even mooi zo om het hoekje heen. En dat doen we hier ook zo. Hoppa. Oh, mensen, ik ben zo benieuwd wat de noob van zijn nieuwe huis gaat vinden. Dat is echt niet normaal. En hoppakee, de eerste rij van het dak is gefixt. Dan ga ik meteen verder met de tweede rij van het dak. En weet je wat? Ik denk dat ik dit gewoon helemaal ga invullen. En ja, dan is het dak gewoon klaar. Dus weet je wat? Ik laat het gewoon wel zien aan jullie als het klaar is. En dames en heren, dit worden de allerlaatste blokjes. En kijk eens aan, dames en heren. Het hele dak is gewoon gelukt. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat het er nu al vanaf de voorkant uitziet. Het huis is natuurlijk nog niet helemaal klaar. Maar wow, joh. Dit is zo'n ontzettend dikke villa. Kijk dan, joh. Oké, ik kan niet wachten om het laatste glas er allemaal in te doen. Dus dat gaan we dan zeker ook wel eventjes doen. Maar ik heb nog even wat meer nodig, denk ik. Hopsakee. Kijk, dit moet wel genoeg glas zijn. En we gaan ook nog wat slabs nodig hebben om die gaatjes weer op te vullen. Dus die ga ik er ook weer even bij maken. Zo, hoppa. En laten we het glas hier maar gewoon weer eventjes plaatsen zo, joh. Ja, prachtig. Oh, en dit raam hier zo in het midden wordt ook zo ontzettend groot, dames en heren. Dit wordt zo vet. Kijk dat eens even. Oh, oh, oh. En dan heb ik hier aan deze kant ook nog zo'n prachtig groot raam. Die gaan we ook meteen even invullen. Ik ben zo benieuwd hoe dit eruit gaat zien dadelijk vanaf buiten ook. Kijk, daar zit dan even een mooi raampje in. En hier gaan we dan even een mooi raampje nog maken zo. Hoppa. Hoppa. En hoppa. En dan is het nu nog tijd om even wat slabs te plaatsen waar nodig. Maar ik heb de verkeerde slabs gemaakt. Dit meen je niet toch? Oké, weet je. Gelukkig heb ik nog genoeg sandstone. Anders hadden we een klein probleempje gehad. Nou, oké. Ik heb hier genoeg slabs. Oh mensen, we zijn gewoon bijna klaar. Eindelijk. Oh, wat was dit huis toch een enorm werk zeg. Maar ik ben wel super blij met het resultaat. En hier moeten we nog een randje met slabs doen. En kijk eens, dames en heren. Dan zijn we er gewoon hoor. Ja, ja. We hebben de hele bovenverdieping gemaakt. Dit is zo ontzettend vet geworden. Echt vetter dan ik ooit had gedacht. En hier wil ik eigenlijk nog een soort van een mooi, ja, veiligheidshekje maken. Want de noob blijft natuurlijk een noob. Dat ziet er ook op zich wel leuk uit. En hier kan dan uiteindelijk zijn bed komen, had ik bedacht. En ja, hieronder
daaronder heeft hij ook echt genoeg ruimte om een hele hoop chesten neer te zetten of wat dan ook. Dat kan hij hier allemaal doen. En hier heeft hij nog een prachtige achtertuin. De achterkant van dit huis ziet er ook zo gaaf uit, hè. En de voorkant vind ik ook echt super goed gelukt. Laten we gaan kijken wat de reactie is van de noobspeler. Oké, eens even kijken. Volgens mij zie ik de noob al. Noob, hallo, ben je er? Hey, Giel. Hallo, hoe is het met je? Ja, niet zo goed is het met mij, want mijn hele huis is weg. Ik had hier heel mijn durthuis is weg en ik zie nog wel durt staan, maar mijn huis maar is helemaal weg. Moet je maar eens in deze kisten kijken. Ik heb alle durt hierin gedaan. Ik heb namelijk jouw huis gesloopt. Oh, jij hebt mijn huis gesloopt? Ja, ik heb jouw huis gesloopt inderdaad, ja. Ja, het moest gewoon even gebeuren, oké? Ik vond hem zo lelijk. Ik dacht van durt, daar kun je toch niet in wonen, joh? Oh, ik vond dat altijd heel fijn, want ik had ook nog laatst een durtcreeper in. Of niet de creeper, maar een spookman. Ja. En die was ook heel lief. Heb je die ook weggedaan, denk ik. Een spookman? Ik ken geen spookman. Een hele grote. En die had een durt vast. Maar Noob, ik zou toch niet zomaar jouw huis lopen als ik er niks voor terug zou geven? Nee, oké. Wat heb je dan voor mij? Nou, ik dacht dus van, de pro is nu heel erg veel met Mick bezig. Ik vind jou gewoon een hele aardige gozer, ja? Weet je wel? Oh, oké. Ja, dat vind ik wel dan weer wel leuk. Ja, wel, hè? Dat dacht ik al. Ik vind jou ook wel aardig, maar als je zo mijn huis hebt kapot gemaakt, dan is dat... Nee. Waar moet ik dan bij je wonen? Ja, ik heb een idee. Ik heb namelijk vandaag de hele dag gewerkt. Echt super lang. Ik heb ook een hele lange survival aflevering vandaag. Want ik heb voor jou een gloednieuw huis gemaakt. En wel in Paarstad. Dus deze kant op. Wow, wat is dit voor brug? Die stond er eerst niet. Eerst moesten we altijd met de boot. Ja, dat klopt. Deze die staat er ook pas sinds kort. Maar deze brug die verbindt dus eigenlijk onze steden met elkaar. Dit is Geelstad, zoals je ziet. En hier zo verderop is Paarstad. Oh, wauw. Ja, dat wordt hartstikke vet. Maar ben je benieuwd? Want ik heb iets voor je gemaakt. Ik ga nog niet zeggen wat, maar het is heel erg mooi geworden. Is die net zo mooi als mijn durthuis eerst was? Want die was heel... Misschien is het wel helemaal geen huis. Misschien is het wel een durg. Is het een durg? Durg. Een durghuis. Maar ik wil met een durg, met een T. Maar heb je dan anders voor mij wel iets moois dan, hè? Ja. Ik heb iets heel moois. En ik denk echt dat je het leuk gaat vinden. Ik moet alleen zeggen, het heeft wel weinig met dirt te maken. Maar ik heb wel alle dirt die ik heb gehad netjes in Ja, ik zag het wel dat ik het nog had. En misschien kan ik die meenemen naar mijn dirt-eiland. Ja, dat zou ook nog best wel kunnen, hè. Je zou nog best wel al dat dirt daar neer kunnen leggen. En daar wil ik je ook best wel mee helpen, hoor. Dat is helemaal geen probleem. Yes, lekker. Maar we moeten hier heel eventjes zo omhoog. En kijk, dan komen we weer bij de stad uit die... Paarstad, mijn stad. Ja, dat was de kasteel, hadden wij gezien. Ja, zeker. Ja, en je hebt me ook zo goed geholpen met dat farm en zo. Dus ik dacht van, jij verdient een veel mooier huis, weet je? Dat is wat het gewoon is. Je verdient gewoon een mooier huis. Het is zo koud in dat dirthuis. Dus ik heb wel een plekje om te slapen. Anders moest ik in het hotel slapen. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen geld voor. Maar jij bent mede aangenaam van het hotel. Hè? Jij mag er slapen maar ik wil. Maar gratis slapen. Dus zie je dat witte huis daar al? Ja, is... Oh, hier is het witte huis. Dit is jouw nieuwe huis. Oh, wauw. Maar het is niet echt een huis. Het is gewoon een mega villa. Het is een villa. Alsof ik in een warm land leef hier. Ja, precies. En ja, dit is dan de onderverdieping. En hier inderdaad, je hebt de bovenverdieping al gevonden. Ik dacht van, als we hier dan een mooi bed voor je neerzetten, dat is echt een hele mooie plek. En dat is wel heel vet, hoor. Ja, toch? En we kunnen het hele huis nog inrichten en zo. Dat zouden we ook nog kunnen doen. En dat wordt gewoon echt top. Ja, wauw. Dat heb je wel mooi gemaakt hier ook. Ja, het heeft ook heel lang geduurd. Het lijkt wel op heel zand, maar ik denk niet dat het echt zand is, wel? Nee, het is zandsteen eigenlijk. Het is een soort van... Ja, het is wel stevig. Het is wel stevig. Ik kan het wel kapot maken. Ja, maar doe maar niet, hoor. Want het is nog even aan het drogen. Ik heb het net geplaatst. Oké, dat kan. Oké. Maar wat vind je ervan? Vind je het mooi? Ja, ik vind het wel mooi, hoor. Ja? Het is anders dan durft. Het zal even wennen zijn voor mij. Maar ik denk wel dat het echt heel leuk wonen is. En ook dat jullie heel vlak bij mij wonen. Maar dan woon ik wel verder van Mick af. Bezoek en Mick wil ook vaak meehelpen met het hotel, zei hij. En ja, we kunnen gewoon wel heel erg veel doen. En je kan nou ook makkelijk werken bij het hotel, want je bent letterlijk de buurman van het hotel. Ja, dat kan. Ik kan hier zo... het regent. Snel naar binnen. Ik kan hier zo, kan ik ook zien naar het hotel. En als het dan uit de hand loopt, dan ben ik er zo. Ja, precies. Als een klant niet betaalt of zo, dan kun je er zo heen. Dan zeg ik, hé, klant!
je moet wel betalen. Ja, precies. Ja, nee, helemaal mee eens. Maar ik ben blij dat je het mooi vindt, Noob. Ik vind het ja, dankjewel eigenlijk wel. Dit is wel, anders had ik het nog nooit gezien zo. Dus ja, het is wel mooi. Goed zo. En we zitten droog. Klik hier als je wilt zien waar de Noob op dit moment mee bezig is. En klik hier als je wilt zien waar Mick mee bezig is. Vergeet deze video zeker niet te checken. Vergeet ook zeker niet even te abonneren op mijn kanaal, op het kanaal van Mick en op het kanaal van de Noobspeler. Want de Noobspeler, dames en heren, heeft gewoon een eigen kanaal. Hoe vet is dat? Ga daar zeker even op abonneren. En dan wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken, mensen. Later.